Bij de Pragalicious podcast houden we al eens van een primeur hier en daar. En vandaag hebben we er misschien ene. Dat hangt eigenlijk af van het grote gesprek dat we straks gaan voeren. Maar het kan zijn dat wij voor het eerst in deze uitzending, voor het eerst in deze podcast, een game studio, een developer, een publisher studio, volledig met de grond gelijk gaan maken. Dat we er geen spaander meer heel van hadden. En dat dus na vandaag, ja, die studio, de beurs crasht, de games worden niet meer uitgebracht, alles wordt on hold gezet. Gelukkig ga ik daar niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Ik heb 3 medeverantwoordelijken en 1 daarvan is Praga. Ja. De andere is Wolnir. Hallo. En de derde is Laszlo. Hallo. Misschien hadden we dus beter gecheckt of dat een strafbaar feit was of niet om een gigantische gamingstudio onderuit te halen. Maar weet je, go with the flow. Welkom bij de Pragalicious podcast. Vooraleer dat we de grote geweren bovenhalen, hebben we de kleine revolverkes om te beginnen. Praga, schiet eens raak. Poef. Pief, poef, paf. En jij bent af. Ik ga het eens hebben over mijn respect voor mensen zoals in de gamer die erin geslaagd is om 12 Assassin's Creed games uit te spelen zonder ook maar 1 keer geraakt geweest te zijn. Of gelijk als die een dude in zijn onderbroekje in Elden Ring, die erin slaagt om in zijn onderbroekje die een baas meer dan 1000 keer te verslagen ondertussen. Of al die speedrunners die erin slagen om een game in 5, 6, 7, 8, 9 minuten uit te spelen. Of al die mannen die honderden platinums hebben. Ik heb heel veel respect voor die mensen, want ik vraag me 1 af, hoe doen ze het? 2, waar halen ze de tijd om dat te doen? En 3, het is gewoon te zot voor woorden. En ook, ik zeg deze week terug eens, 12 Assassin's Creed games uitgespeeld zonder ook maar 1 keer geraakt te zijn. Ik vind dat ongelooflijk. Maar het is wel zo. Het klopt, Praga, dat zo'n dingen ja, niks anders doen dan respect afdwingen. Wel belangrijk, denk ik, dat het is om onze luisteraars goed op te voeden. Het meervoud van platinum is platina. Als je weet dat platina rond de oren geeft, dan doet je een zonnebril af. Want wij zien dus dat Rome met een zonnebril op zijn kop zit en met een Hawaïaans hemd aan, maar bon. Dat is een beetje de vibe, hè. Dat is... Zeg het, hoeveel platina heb jij bijvoorbeeld? Ik heb er, ik zou eens moeten kijken, want ik let daar eigenlijk niet op trophies in het algemeen, maar ik denk dat ik er een 10 heb. En de leukste daarvan is die van Ghost of Tsushima. Ik heb er 2. Eentje dat ik nog van buiten weet, is van dat Game of Thrones videogame. En jij, Laszlo, hoe heb jij er? Niet veel. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik denk 4. Waarvan 2 bewust gehaald. Zijn de Horizon Zero Dawn, vond ik de leukste. En The Order 1886. Ja. En omdat die heel gemakkelijk was. Ik denk dat ik er geen heb. Maar het begint wel te kriebelen om die van Elden Ring binnen te halen. Die van Control Ultimate Edition denk ik dat ik er nog maar 1 moet hebben. Maar ik ben dan wel niet zo het type gamer dat opnieuw gaat spelen voor die 1 trophy nog te halen. Ook al is het maar 1. Maar ja, en dan is er The Medium. Dat is ook een spel waar ik nog maar 1 van moet hebben. Dus ja, ooit zal ik er wel een aantal halen, denk ik. Ah, wel, dat is bij mij zo wat hetzelfde. Ik vind dat op zich wel tof dat ik een paar platina heb, maar... Bijvoorbeeld bij Fall Guys, ik heb dan meer dan 400 uur gespeeld en er zijn nog een paar cosmetic trophies die ik zou moeten halen. Maar het zegt mij dan aan zich weinig om dat per se te doen of om die moeite ervoor te nemen of zo. Of als ik op 80% sta ergens, kan het ook vaak gebeuren dat ik niet echt kijk wat ik nog moet doen. Ik vind het altijd leuker om mij bezig te houden met de in-game zaken, de challenges, de goedstellingen of zo. En soms heb ik dat ook... helemaal niet nodig. Bijvoorbeeld Fall Guys is iets wat heel vaak in mijn weekendmenu terugkomt, waar dat ik 131 wins heb momenteel. Eigenlijk heb ik die wins zonder doel. Het is niet dat dat ergens genoteerd staat, want ik hou dat zelf in mijn gsm bij. Het is niet dat je er iets voor krijgt. Ik ben al 10 jaar max level. Nee, Fall Guys houdt daar niks qua statistieken van bij. Dat is volledig wel, hè? Ja, maar ik vind dat zelfs niet erg. Ik weet niet of Gulder dat hebt. Allee, ik zou het fantastisch vinden mocht Fall Guys statistieken hebben, want nu had ik die allemaal voor mezelf bij. Maar ik weet niet of dat jullie dat hebben. Gewoon games waarbij dat je dingen aan het doen bent die eigenlijk van de game niet moeten, maar die je gewoon tof vindt. Ik bedoel, pakt u een spel als Fortnite bijvoorbeeld.
Daar vind ik het wel belangrijk dat ik weet van kijk, ik heb zoveel overwinningen behaald, solo, duo, squad. Zoveel top 5 plaatsen, zoveel top 10 plaatsen, zoveel top 25 plaatsen. Dat vind ik wel, en ook in Call of Duty, maar Vanguard deed dat niet meer, denk ik. Bij Cold War kon je netjes zien hoeveel matchen dat had gespeeld, hoeveel kills dat had. En dan jawel, dan gaat bij Vanguard, ja. Bij dat, Vanguard dat wel, wordt, ja. Maar dat wordt verdeeld per wapen of zoiets, heb ik gezien. Ja, je kunt zien welk wapen bijvoorbeeld je favoriet wapen is waarmee je de meeste kills hebt, maar dan kun je je andere wapens bijvoorbeeld niet meer zien. Maar je ziet wel je aantal gespeelde uren, aantal gewonnen wedstrijden. Dat wordt dan uitgedrukt in percentages en zo, maar ik vind dat wel leuk om te weten. Maar dus even om terug op topic te gaan, als ik zag dat die gast 12 games uitgespeeld zonder één keer geraakt te worden. Bij alle spellen had hem ongeveer 100 uur per spel voorbereiding en bij Valhalla had hem... Is nu 400 uur voorbereiding. Dat ik zeg, ik moet al op het idee komen, die voorbereiding alleen, maar ik zou er nooit een tijd voor hebben. Laszlo, terwijl dat de dagen altijd maar langer worden en het zonnetje zo fel schijnt dat we het met moeite nog aan kunnen, wil jij het juist hebben over het stervende licht? Sterfbericht? Oei. Nee, het stervende licht, niet het sterfbericht. Ah, het stervende licht. Dat was sterfbericht van wat? Dat was een grapje, hè. Een grapje, een Roma-grapje. Ik ben niet al een beetje zo gewoon in die grapjes, maar wacht. Wacht als het op dreef komt. Want ik zie dat ze een bril aan heeft en zijn gezicht staat vol deugd niet eruit. Dus houd jullie vast aan de takken van de bomen, want het zal gaan waaien. Bon, voordat we in de moppen vliegen, zal ik mijn nieuwtje maar delen, zeker. Techland, de developer van Stervend Licht, Dying Light, heeft een beetje low-key aangekondigd dat ze aan een nieuwe game bezig zijn. Een game waarmee dat ze meteen ook lijken weg te stappen van het hele zombies gebeuren, wat dat de first is, denk ik, voor hen. Want zij zijn gekend van Dying Light en Dead Island, vooral. Maar het zou een open-world fantasy RPG zijn. En de plek waar ik het ontdekt heb was LinkedIn, want ze zijn daar serieus wat volk voor aan het zoeken. En daar hebben ze meteen ook een berichtje gepost van kijk, als je mee wilt werken aan een nieuwe IP fantasy game, kom die slangs. Nee, ik zeg Dying Light, ik vind dingen, Techland, ik vind dat een hele goede ontwikkelaar en volgens mij... Je is slechts een studio die in staat is om een game te maken van de grandeur van Cyberpunk 2077, denk ik. Absoluut. Met evenveel bugs, of... Zonder bugs. Als je ziet, Dying Light is, denk, is van 2014 dat Dying Light uit is, origineel. Dat is dus nu 8 jaar en ze blijven daar nog altijd content voor uitbrengen. Ja. Ze blijven dat spel ondersteunen, hè, als ik bedoel. Ja. Dat vind ik het coolste eraan. Die blijven verder bouwen. Hè? We hebben zelf al gezegd, Wonnier denkt eraan om Dying Light te kopen. Ik heb de Enhanced Edition gekocht voor €19 in die solde. En hij wil dan de, zeg het eens, welke editie kopen? De Ultimate. Ik had gezien dat dat met 4 DLC's was, 17 outfitjes en al die tralala daarbij. Dat zijn wel dingen waarvoor ik ben. Ik ben er aan het denken om die aan te schaffen, ja. En een spel van 8 jaar geleden, recent nog de Next Gen upgrade daarvoor uitgebracht. Plus de Dieselpunk DLC of zoiets, als ik me goed herinner. Een week of 2 geleden, of 3 geleden pakt. Maar je moet het toch maar doen, na 8 jaar nog. Hè. Terwijl je al Dying Light 2 op de markt hebt, natuurlijk. Hè. Volgens mij zijn die mannen. Die zijn een studio voor de toekomst om in de gaten te houden. Ja, dat gaan nog grote jongens worden. Wolnir, jij wil het hebben over. Goh ja, hoe ga ik het best omschrijven? De Xbox Game Pass voor echte gamers. Ja, het moment waar vooral jij al lang op het wachten bent, denk ik. Het antwoord van PlayStation op Game Pass. We wisten al sinds eind maart dat er een nieuwe PlayStation Plus komt. 3 tiers, een Essential, wat gelijk staat met het huidige PlayStation Plus. Een PlayStation Plus Extra, die kost €100 per jaar. En dan nog een PlayStation Plus Premium, die eigenlijk hetzelfde is als de PlayStation Plus Extra. Maar waarin er dan nog een aantal classic titles van PlayStation aan worden toegevoegd. En PlayStation heeft nu vorige week de volledige line-up bekendgemaakt van de spellen die inbegrepen gaan zijn in PlayStation Plus Extra en de Premium. Ik heb even alle games die gaan verschijnen voor PlayStation 5 en daarin inbegrepen zitten. Dus,
genoteerd. Dat zijn Death Stranding, Director's Cut, Demon's Souls, Destruction All-Stars, Ghost of Tsushima, Director's Cut, Miles Morales, Returnal, Assassin's Creed Valhalla, Control Ultimate Edition, Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, NBA 2K22 en The Artful Escape. Dit zijn spellen die voor PlayStation 5 zijn. De totale waarde van die spellen in de PlayStation Store is €370 enkel aan de PlayStation Exclusives. En dan nog eens €283 aan third-party games. Dat koopt dan neer op een totaal van €653 enkel en alleen aan PlayStation 5 games. Wat komt er dan nog bij? Heel wat PlayStation 4 titels en grote namen zoals een Red Dead Redemption, Uncharted zat erbij, The Last of Us zat erbij. En de games uit de Ubisoft Plus Classics collectie. Die ook naar Xbox komen, hè? Maar op een later tijdstip, dus komen wel, hè? Dus, wat er niet in zit, is EA Play, zeker, hè? Roma? Maakt dat nog iets uit? Jij hebt het net gehoord, Praga, al dat geld, dat is ongelooflijk, hè? Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk aangenaam verrast was door die line-up. Ik had niet verwacht dat er al zoveel PlayStation 5 exclusives in gingen zitten. Als ik zo kijk welke spellen het zijn, denk ik wel dat zo hun strategie gaat zijn. Dus de PlayStation exclusive 1 tot 1,5 jaar na de release gaan ze die in die line-up steken, denk ik. En je moet ook weten dat er heel veel mensen pas in deze periode aan de PlayStation 5 geraken. Wij hebben die al allemaal bij de release, maar heel wat mensen hebben die niet. Dus als je dan kunt zeggen, ik geef hier €100 voor die PlayStation Plus extra, en als je ziet wat je daarvoor krijgt, dan zijn ze echt wel een hele grote winnaar. Dus ik denk echt wel dat ze... Wel, daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht, maar dat is inderdaad een hele mooie plus voor de mensen die er nu pas achter raken, wat er inderdaad heel veel gaan zijn. Klopt? Ja. En de PlayStation 5 begint toch meer en meer in de winkels terecht te komen ook, dus... Is dat? Er is nog geen stortvoet, maar daar komen er al... Ja. Denk als je regelmatig in de Fnac in Gent binnengaat bijvoorbeeld, als je in die PlayStation community op Facebook zit, daar posten de mensen ook regelmatig van nu zijn er daar, en nu zijn er daar, en nu zijn er hier, en nu zijn er ginder. Dat begint te komen, maar je moet er wat moeite voor doen. Ze gaat niet in je schoot werpen, natuurlijk. Hè. Ja, ik hoor het ook meer en meer zo. Als je het gewoon gaat vragen in de Game Mania, dan durven ze vaak wel eens een keer meegeven van wacht een weekje, dan komt er een nieuwe levering. En dan kun je er op tijd bij zijn. Wat ik wel een beetje vind, is van veel winkels profiteren ervan. Dan maken ze daar bundels van en ze zwieren daar een extra controller bij, een extra spelletje of twee. En dan kost je dat al rap meer dan €800 als je die wilt gaan kopen. Hè. Ja, in Amerika doen ze dat zelfs met die televisietoestellen van Sony, die Bravias. Dat wordt daar ook zo in Walmart en zo, in die hele grote ketens doen ze dat ook op die manier, ja. Dus het is echt een kostelijke grap natuurlijk, hè. Ja. Maar bon, ja. Het moment waar ik het zelf even over wil hebben, is een game die mij eigenlijk heel aangenaam verrast heeft. Een serie die ik al jaar en dag sinds de start ervan in 2003 volg, Call of Duty. Laatste jaren heb ik heel vaak heel bedenkelijk gevolgd hoe dat met die game ging. En vooral bij het uitkomen van Call of Duty Warzone. Ik vond het jammer dat Blackout niet verder support kreeg, omdat ik altijd een veel groter fan van Blackout ben geweest. En in het begin heb ik Warzone dan ook nooit gespeeld. Vooral omdat de map Verdansk mij helemaal niet aansprak. En er is een paar weken geleden verschil ingekomen toen dat ze de map Caldera hadden aangekondigd, wat dan een heel zware Far Cry vibe had voor mij. Toen had het mijn aandacht. Voorbije weken ben ik daar dan met wat maten redelijk hard op gegaan. En dan brachten ze de gratis DLC-pack Godzilla vs. Kong. Nu, in het begin dacht ik van... Goh, Snoop Dogg bundles, Rambo bundles, Godzilla vs. Kong begint er een beetje over te gaan. Nu, ik speelde dat met heel veel scepticisme in het begin. En ik moet zeggen, die Godzilla vs. Kong gameplay update, waarbij dat je dus een volledig nieuwe factor hebt van twee gigantische monsters in de map, is absoluut geweldig. Super uitgevoerd, kei toffe gameplay, heel veel leuke nieuwtjes. Het is perfect geïntegreerd in hun Battle Royale. En ik had niet verwacht, maar ik heb me er de voorbije twee weken enorm mee geamuseerd. Met de crew heb ik ook 6 overwinningen op 2 dagen kunnen boeken. Wat dat natuurlijk extra fun maakt. Maar het,
ziet er geweldig uit. Het is geweldig geïmplementeerd. Het is zelfs zo goed dat ik eigenlijk iets heb van... Hier hadden ze eigenlijk een standalone Godzilla vs. Kong game van moeten maken. En dan hadden we eindelijk gezegd van... Amai, we hebben eens een geweldige filmgame. Maar het is tegen mijn verwachtingen in, want ik was heel sceptisch. Echt super. En ik zou zeggen, mensen, probeer het. Maar jammer genoeg, tegen het moment dat deze podcast online komt... is het bijna zo goed als gedaan, want het staat maar 2 weken online, wat ik dan wel heel jammer vind. Bedoelde perfect geïntegreerd? Omdat Battle Royale stond al heel sterk en het is altijd moeilijk om er dan iets volledig nieuw in te brengen. En ik dacht van, goh ja, nu gaan Godzilla en Kong daar rondlopen, maar wat gaat dat uiteindelijk toebrengen? Maar het zit er heel goed in. Wat is de meerwaarde? Je kunt op die monsters schieten. Door erop te schieten verzamelde punten. En met die punten kun je dan verschillende dingen kopen. En als je 100 punten hebt verzameld, dan kun je Godzilla of Kong een aanval in uw naam laten doen. Dus dan kun jij zeggen, Kong, gooi dus een steen op dat gebied. Of Godzilla, doe dus een heat ray op dat gebied. En zo hebben wij al matchjes gewonnen. Dat we eigenlijk, bijvoorbeeld, er was eens één matchje dat degene van mijn team de laatste was. De rest van ons was dood. En er waren nog 3 vijanden. En hij had geen kogels niet meer. Maar hij had wel zijn scream device, heet dat dan, bijgehouden. En hij zat in een bunker. En dan heeft hij gewoon gezegd vanuit die bunker... Godzilla, doet u een heat ray op dat gebied. Want ik weet dat die mannen daar zitten. En die mannen konden niet weg. En die waren in de open lucht. En die waren alle 3 dood. Dat is wel zo dat Godzilla Nederlands spreekt. Die Vlaams spreekt, jong. Die zegt gewoon van Godzilla... Die mannen zitten daar met een... Amai, ik wist niet dat dat Japans was of zoiets, Godzilla. Ja, het is meertalig, hè. Dat vind ik potverdoeme straf. EA Games. Challenge everything. Wie kent de legendarische slogan van Electronic Arts nu niet? Het eerste decennium na de eeuwwisseling stond EA op zijn hoogtepunt. Talloze van hun iconische reeksen stonden allemaal echt ja, te boomen, waaronder Need for Speed, Medal of Honor, NBA Street, SSX, Battlefield, 007, The Sims, Burnout, Def Jam, ga zo maar verder. Anno 2022... is de situatie en vooral de public opinion rond EA volledig veranderd. Onafgewerkte games, pay-to-win ervaringen, inspiratieloze copy-pastes, microtransacties en buggy unplayable titles, ja, dat zijn vaker de zaken die synoniem komen te staan met de mastodont van de gaming-industrie. Battlefield 2042 is de laatste grote flop van een AAA-title in een steeds langer wordende lijst. EA lijkt dus met andere woorden heel wat imago-schade te hebben opgelopen. Praga, is het terecht dat ja, de gaming community in het algemeen toch al jarenlang meer en meer aan het bashen is op EA? Is het normaal? Dat weet ik niet. Iedereen heeft altijd wel een keer commentaar en kritiek, maar als ik aan EA denk, dan denk ik toch aan een studio die een voortrekkersrol heeft gespeeld. Zoals sommigen weten ben ik toch al een stukje ouder als de rest van jullie. En heb ik nog de periode gekend in 1993 van games als Lands of Lore van Westwood Studios. Heel toffe RPG en adventure games. Heb ik de opkomst meegemaakt van Command & Conquer, Red Alert. Van de eerste FIFA, van de eerste NHL, van de eerste Need for Speed. Natuurlijk, met de jaren worden de mensen altijd veel eisender. En wat moeilijker, zeker op het vlak van graphics. En ik kan begrijpen dat er commentaar is op een FIFA die eigenlijk elk jaar gewoon hetzelfde is, maar in een ander jasje gestoken wordt. Op een Battlefield 2042 die schandelijk is. Maar anderzijds blijft de studio ook verantwoordelijk toch voor mij voor een van de meest epische gaming scènes ooit, namelijk de landing in Normandië in Medal of Honor. Dus ja, EA is niet de enige. Als je ziet de laatste tijd, Ubisoft krijgt kritiek voor al die vrouwenvriendelijke praktijken en racisme. Activision krijgt de tijden veranderen en de mensen moeten meegaan. Dat is overal zo'n humor die wij nu verkopen. Is het een beetje een humor van 20 jaar geleden. Maar ik zeg het nog eens, die mensen zijn wel, die studio is wel toonaangevend geweest. Ik heb die zelf 3 keer gaan bezoeken. 2 keer in Redwood, Californië en 1 keer in Vancouver. Ik zeg ook niet, wat is dat? Dat zijn gigantische bedrijven. Hè? Wel, maar ik denk dat niemand... Hoeveel mensen daar werken, en dat is... Ja, dat is... Ik denk dat niemand durft te betwisten dat EA heel belangrijk is geweest voor de gaming community. Nog meer tijd, denk ik. Recentelijk, Laszlo en ik hebben zo wat de F1 22 preview gedeeld. Laszlo heeft hem kunnen spelen. Ik heb het preview event meegemaakt. Ik stel mij vragen over de richting waarmee dat EA uit wilt gaan met die reeks. FIFA dat EA Sports FC wordt, brengt ook heel veel vraagtekens mee.
Ja, EA heeft toch wel recentelijk ook met Battlefield... Pas op, langs de andere kant, Star Wars Jedi Fallen Order, een van de beste singleplayer games van de laatste jaren. Is het dan gewoon de community die te veel eisend is van EA? En zijn ze wat slachtoffer van hun eigen succes geworden? Of is het met recht en reden dat we zeggen van jongens, je zei door de piek precies wel voorbij? Ik denk één slachtoffer van hun eigen succes in de zin van de games die ze afleverden waren goed. Maar de mensen worden altijd veel eisender. Twee, gaming publiek is ook meer gediversifieerder. En je zegt het hier zelf, Formule 1, F1 2022. Formule 1 wordt populairder bij een groter publiek. En ik denk zeker aan de strijd tussen Hamilton en Verstappen. Vorig jaar heeft heel veel mensen aangesproken en aangetrokken tot Formule 1. Ik denk dat ze ook veel meer de casual tour willen opgaan. Hij pakt nu gelijk ieder gelijk als een game als Tour de France. Dat is ook een spel dat vooral gericht is op de wielerliefhebbers. En België bijvoorbeeld is een hele groot wielerland. Dus in België gaat dat binnen als zoete koek. F1 2022, heel veel racefanaten spelen dat graag. Maar natuurlijk, het publiek wordt uitgebreid. En ze willen zo'n beetje... Ja, goed doen voor iedereen, zowel voor de mainstream, de casual als een die-hard gamer, maar dat kun je ook niet, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Ik denk op deze wijze, het ontwikkelen van games kost heel veel geld, dus gaan ze het publiek echt gaan verbreden om meer te gaan verkopen. Maar ik neem toch aan dat er op een of andere manier wel een mogelijkheid zal zijn voor zowel de die-hard F1-fanaten om die gameplay aan te passen, ook voor de casual gamers, net zoals bij FIFA. Bij FIFA hadden, ik kan niet zeggen 10, maar toch heel veel moeilijkheidsgraden, hè? Je hebt er inderdaad wat. Als je wilt goed doen voor iedereen, dan doe je vaak voor niemand goed, zeggen ze natuurlijk. Maar langs een andere kant haalt je natuurlijk ook wat punten aan om EA te verdedigen. Ik kets het even door naar Laszlo. Laszlo, zijn we dan gewoon te kritisch en moet iedereen gewoon zwijgen en blij zijn met wat EA ons nog altijd aan het brengen is? En af en toe zit er maar eens een foutje in, gelijk Battlefield, kan gebeuren. Nee, ik denk dat heel veel kritiek wel geplaatst is. Als je kijkt naar zo van die modi als ultimate team in FIFA, dat is zo ontworpen om geld uit je zakken te halen voor een game waar je al €70 voor neergeteld hebt, minstens. En voor alle duidelijkheid, EA is daar zeker niet de enige in. Ik speel zelf graag 2K, NBA 2K. Daar is dat... Misschien zelfs nog erger. Die hebben pas kritiek gekregen daarvoor een jaar of twee. Ja, ook in mijn review heb ik ze er wel op afgerekend. Dus EA is zeker niet de enige dat het doet. Maar ik denk, als je kijkt naar dan de niet-sports games, de conclusie die ik altijd kan trekken is hoe ouder EA wordt als publisher, hoe meer dat die zich zijn beginnen mengen in het developmentproces bij de studio's zelf. En het grootste voorbeeld daarvan is Anthem van BioWare. Oh, BioWare, alom gekend als een van de beste RPG-developers ooit. Mijn favoriete game, Dragon Age Origins, komt van hen. Die hebben zo liggen struggelen met gewoon een visie te krijgen voor die Anthem, omdat vanuit het hoofdkantoor zoveel eisen werden opgelegd van oh, het moet dit type game zijn, het moet shared world zijn en je moet microtransactions en ik weet niet wat nog allemaal. Het moest er allemaal in zitten en daardoor is dat zo een soort van Frankenstein-monster geworden dat niemand graag gespeeld heeft. Ja. En ik denk dat dat het grote probleem met EA is. En je ziet het nu nog altijd. Hè. Ze hebben hun indie-programma. Ik ben even de naam ervan kwijt. Maar waar dat je dan bijvoorbeeld A Way Out had. Dat zijn programma's waar dat de developers wel nog veel meer vrijheid krijgen, naar mijn gevoel. Maar als resultaat dat die games gewoon pakken beter zijn. Omdat daar die creativiteit is daarin. Tegenover een FIFA of zo'n Anthem of een Battlefield. Ik heb hem niet gespeeld, de meest recente, maar daar moeten die games precies in zo'n keurslijf zitten van het moet geld opbrengen en dit moet erin zitten en dit moet erin zitten, dit moet erin zitten, dat de developers zoiets hebben van ja, oké, we zullen maar gewoon een 13-dozijn game maken waar meer geld mee verdiend kan worden. Het probleem is dat inderdaad bij zo'n Battlefield, bij zo'n FIFA, EA heeft de luxe om
ja, reeksen genoeg te hebben die standaard een vorm van kwaliteit hebben. Dus zelf een slechte game daarvan blijft nog altijd matig. Zoals Battlefield 2042 was echt niet goed, maar ik heb het in een tijd wel een 7 gegeven en ik blijf daar ook nog bij. Misschien meer leunend naar een 6 dan een 8. Maar ja, buizen kun je die dingen ook niet doen. Dus dat is misschien een beetje de reden waarom dat EA te vaak op zijn lauweren rust en zoiets heeft van het verkoopt toch. En dat is het gevoel dat ik niet enkel bij EA, maar wel vooral bij EA heb, is dat die vroeger met heel veel respect voor de gamer en vooral trots voor zichzelf die games maakte. Dat moesten echt pareltjes zijn. En vandaag de dag, Wolnir, zit ik dan meer met het gevoel van het moet gewoon verkopen en het moet geld opbrengen. Zoals een Star Wars Battlefront 2 bijvoorbeeld. En zoals ook ja, alle games met microtransactions. Ik heb het gevoel dat ze hun trots misschien wat verloren zijn. Ja, dat klopt. En ook aansluiten op wat Las zegt van dat de studio's die voor hun werkten, die vroeger meer vrijheid hadden. Ik denk dat de studio achter Dead Space is dat Visceral Games. Mm-hmm. Dat ook een perfect voorbeeld is van die maken een geweldig goed spel in Dead Space. En daarna denk ik dat EA zich meer en meer is beginnen moeien met die ontwikkeling van die game. En dat is gevolgd dat Glenn Schofield en ja, het grootste deel van zijn team heeft gezegd, voert, we zijn weg. Die hebben nu een eigen studio opgericht, de Callisto Protocol, wat zij gaan uitbrengen. Dus ik verwacht daar super, super, super veel van, omdat ze volledig onafhankelijk kunnen werken. Zonder dat EA volledig, heel de tijd op hun vingers zit te kijken. En ik heb het gevoel dat dat inderdaad bij EA een groot probleem is. Maar dat is inderdaad niet alleen bij EA. Take-Two en Activision zijn voor mij ook wel zo twee publishers. Maar het verschil met die twee publishers is wel dat die veel betere singleplayer games maken dan EA. Ik ga even zeggen, om Las op voet te doen, maar anderzijds, dan ziet EA Originals, die eigenlijk met de indie-titels bezig is, A Way Out, Unravel, It Takes Two, dat zijn toch drie games waarvan de laatste toch Game of the Year is geworden. Dus het is toch wel mogelijk voor die indie-studios om te scoren. En anderzijds, als je ziet, ze brengen wel jaarlijks nieuwe games uit, maar ze dan pakken Rockstar Games. Grand Theft Auto Online is gratis, ja, is betaalbaar. En er komen wekelijks updates voor. Red Dead Online, ook speelbaar. Maar die doen niks. Die blijven gewoon teren. Die blijven dat gewoon uitmelken tot in de treuren. Heb je dan niet liever dat ze met iets nieuws komen, dan dat ze blijven de koe verder uitmelken, als je het zo moet zeggen? Het zijn twee extremen. Enerzijds heb je inderdaad een Activision dat blijft melken. Hè? En dat is wat... We hebben het wel gezien. En ik heb al lang geen interesse meer in GTA Online. Nee. Anderzijds heb je een EA dat dan ieder jaar een game er wilt leggen, gelijk naar FIFA, waar dat je dan denkt van, oh, het is eigenlijk gewoon hetzelfde, iedere keer. En oké, ze itereren een beetje. En ik ben trouwens heel blij dat FIFA 22 nu bij PlayStation Plus zit, want het is de eerste FIFA sinds, ik denk, 2018 dat ik nog eens gespeeld heb. En dan voelt dat wel als een vooruitgang, want je hebt die iteraties niet meegemaakt. Je zegt gewoon van in-game naar een serieuze sprong in de tijd gegaan. En dan voelde die games wel verfrissend en nieuw aan. Maar ja, moet dat dan ieder jaar een nieuwe zijn? Ik vind het ook niet. Dus ik ben dan meer fan van publishers die zoiets hebben van, kijk, we hebben een goede IP. We geven daar de nodige tijd voor om één de spelers het te laten ervaren als het nog een hot item is. Dat moet niet één jaar zijn, maar dat kan meer zijn. En twee, we geven gewoon meer tijd om te innoveren bovenop die formule van spellen. Klopt inderdaad dat er uitersten zijn natuurlijk qua development-tijd. Rockstar neemt het er dan veel langer voor en blijft melken. EA melkt in de manier van dat ze constant nieuwe content brengen die misschien onnodig is. Nu, de toekomst, we hebben het er al over gehad van FIFA, van F1 is onzeker, maar EA heeft natuurlijk tientallen projecten lopen op hetzelfde moment. Wolnir, heb jij vertrouwen in de toekomst van EA of moet je toch altijd met een beetje twijfel eerder vrezen voor nieuwe titels dan hopen? Oh, ik moet zeggen dat ik de hoop daarin eigenlijk al heb opgegeven. In die zin dat ik eigenlijk elk jaar mijn FIFA wel kocht. Maar na FIFA 21 heb ik dat afgezworen om ooit nog een FIFA-spel
te kopen. Nu zelfs de PlayStation Plus doe ik de moeite zelfs niet om dat te downloaden. Ik heb het echt gehad met FIFA. Waar ik wel heel fel naar uitkijk is Dead Space. Zeker omdat ik de originele nooit heb gespeeld. Wat misschien net wel jammer is. Ik kan je onderbreken, Wolnir. Oei. Je hebt het gehad, pas op, hè. Je hebt het gehad met FIFA, wat ik het verstaan is. Maar is er dan een studio die een beter alternatief heeft? Is wat er met Konami ging toch over een andere boeg gooien met eFootball. Zie ik wat een drama dat geworden is. Ja, ik moet zeggen dat op PlayStation 1 en 2 tijdperk was voor mij Pro Evolution Soccer met het stak er met kop en schouders bovenuit qua gameplay dan. FIFA heeft wel altijd die licenties gehad, dat is waar. Maar qua pure gameplay is voor mij Pro Evolution Soccer altijd veel beter geweest. Ik koppel even terug op Wolnir zijn een Dead Space aanzet. Jammer misschien wel dat je de original niet gespeeld hebt. Zeker op dat moment en nog altijd vandaag voor mij best game ever. Maar dat maakt het natuurlijk wel extra leuk om de remake zo te ervaren. Ik had bijvoorbeeld hetzelfde recentelijk met Alan Wake Remastered. Ik had het origineel nooit gespeeld. Heel jammer, maar daardoor vond ik de Remastered wel geweldig. Maar ik vind het ook ergens zuur om nu die remake van Dead Space te gaan spelen, omdat EA ook de studio is die dat, zoals dat we er net aanhaalden, verneukt heeft. Dead Space 2 was gelukkig nog een meesterwerkske. Even eigen als de 1 voor mij. Maar dan had EA zoal iets van, ja, maar kunnen er ook niet een multiplayer in steken? En dat is dan gedaan en die multiplayer trok op niks, maar gelukkig maakt het dan niet uit. Maar dan inderdaad, bij de 3 was het van, ja, kunnen toch niet eigenlijk een actiegame in co-op maken? Zo van, ja, maar maak dan Army of Two in Space of zoiets. Maar bon, daarom dat ik ook veel meer uitkijk naar de Callisto Protocol nog dan naar de Dead Space remake. Alhoewel kijk ik daar ook naar uit natuurlijk. Laszlo, toekomst van EA. Bibberen en beven of hoopvol uitkijken? Oh, ik vind... EA heeft wel veel geleerd uit een paar misstappen dat ze gemaakt hebben. Als je terugkijkt naar Anthem... ik denk dat ze wel geleerd hebben dat ze soms een beetje meer creatieve vrijheid moeten laten. Dus ik hoop ook dat ze dat effectief gaan doen bij een paar releases die op komst zijn. Ik zelf kijk heel hard uit naar de volgende Dragon Age. Ik ben een heel grote Dragon Age fan. Ik vond de vorige 3 games fantastisch. Dus ik heb nog een zekere hoop voor Dragon Age 4. Als die slecht is, dan hebben ze het voor mij verkorven. Dan ga ik EA boycotten voor de rest van mijn leven, denk ik. Is het ook niet te wijten aan het feit dat toch een paar grote namen zijn weggegaan? Ik denk maar aan Peter Sutherland van DICE, aan Peter Moore bij EA. Zeker. Zijn we met die mensen toch wel belangrijke pionnen kwijtgespeeld, denk ik, hoor. Ja, klopt. En dat is gelijk als bij een voetbalploeg, als je geen waardige vervangers vindt. Ja, dan kan het toch wel een keer moeilijker worden, hè. Maar de vraag is, waarom zijn ze die kwijtgespeeld? Waarom? Omdat die mensen eigenlijk meer goede games zouden maken. En waarschijnlijk de filosofie van EA is, ja, maar wij willen meer winst maken. En dan hebben die mensen iets van, daar komt miserie van. Die hebben meer kennis over de industrie en die gaan weg. Er is een interessant artikel over het developmentproces van Anthem. Wat dat daar zo intern speelde bij BioWare en... Effectief was ook de conclusie dat heel veel mensen daar vertrokken zijn. Dat er steeds leadership changes kwamen, waardoor dat weer een andere focus werd gelegd voor de game. Waardoor dat het uiteindelijk een 10-koppige draak is geworden. Heel interessant om te lezen op Kotaku. Nog van een tijd dat Jason Schreier bij Kotaku schreef. Zit denk ik ook in zijn boek Blood, Sweat and Pixels. Heel goed boek, trouwens. Om af te ronden... Als we gebundeld in ene zin, kort en bondig, één advies dat je richting EA katapulteert voor in de toekomst. In ene zin, Praga, wat geef je hen mee? Yes, you can. Dat is wel heel... Wat is het woord dat ik zoek? Heel generiek. Oh, wat zou ik meegeven? Dat het soms geen kwaad kan. Neem het voorbeeld van Ubisoft. En iets wat Activision ook gaat doen met Call of Duty.
van een bepaalde licentie een jaartje of twee rustig eens te herbekijken, te herbronnen en het dan opnieuw nog eens proberen. De zin die ik meegeef is: stel uzelf niet de vraag, heb ik mijn werk gedaan? Maar stel uzelf de vraag, ben ik trots op mijn werk? Mag ik dat gelezen? Hey, dat heb ik nergens gelezen. Dat heb ik volledig van mezelf. Ik denk het ook, ik denk dat die zijn horoscoop stond. Een horoscoop van de Yubi of zo. Maar het lachen gaat u vergaan, Laszlo. Wat is dan uw wijsheid die je meegeeft? Heb vertrouwen in uw development studio's. EA investeert in zoveel studio's voor hun talent. Laat die dan ook gewoon doen wat ze kunnen en moei je niet met hun zaken. Wolnir, ik denk dat ze, als ze echt succesvol willen worden, dat ze nog een vierde zin nodig hebben. Ja, ik zou zeggen, doek de Battlefield franchise op en haal Medal of Honor terug. EA, jullie hebben 4 gouden tips van de Pragalicious Crew meegekregen. Hoog tijd om te herbronnen. We hebben jullie uiteindelijk niet volledig de diepreek in doen storten, maar het is nu aan jullie om zich te herpakken. Stel ons niet teleur. Afsluiten doen we naar immer gouden oude getrouwe gewoonte met de suggesties. 4 zaken die jullie moeten zien, doen of beleven. Wolnir, bijt de spits af. Ja, ik heb gekozen voor een heel recent verschenen game, Vampire the Masquerade Swansong, waarvan ik ook een review heb voorzien op de website. Ik heb dat spel een vrij hoge score gegeven, omdat eigenlijk al mijn verwachtingen overtroffen zijn. Op voorhand had ik wel wat schrik dat het spel een beetje overweldigend ging zijn, omdat ik niet echt gewend was met de wereld van Vampire the Masquerade. Want wat de mensen misschien niet weten, is dat die game gebaseerd is op een tabletop RPG. Dat dateert van 1991. En de game is ook niet te verwarren met Vampire the Masquerade Bloodlines en Vampire the Masquerade Bloodhunt. Die laatste is een free-to-play Battle Royale third-person shooter die eind april is verschenen. Met Swansong is een meer verhalende RPG met 3 hoofdrolspelers en de nadruk ligt vooral op de consequenties. Dus elke situatie in het spel dient zorgvuldig te worden geanalyseerd. Elke keuze die je maakt tijdens een onderzoek of tijdens een dialoog heeft ook een blijvende invloed op de game. Dus eigenlijk tijdens het spelen van die game voelde ik mij zo'n beetje een Sherlock Holmes in een vampierenjasje. Is dat een mix van Vampier, als je dat ooit gespeeld hebt, en een Sherlock Holmes game, zoals de Sinking City in deze jaar? Geen tot weinig combat en vooral speurneuzen, als ik het zo mag vragen? Ja, klopt. Ja. Veel speurwerk, veel dialogen, minder actiegericht. De andere game van Vampire the Masquerade, Bloodlines, die is meer gericht op het... dat is meer een open-world action RPG. Ik ben echt curieus. En binnen hetzelfde universe heb je ook Werewolf the Apocalypse Earthblood, dat vrij hard geflopt is en ook zeer slechte reviews kreeg. Maar ik heb me er eigenlijk best nog wel mee geamuseerd. Dat is zo een van die games van, is dat goed? Niet echt. Ik ben wel een weerwolf die alles aan gort slaat. Ik vond dat wel aangenaam, soms. Oh, dat was die laatste daar. Die... Ik kreeg heel slechte reviews. Heb jij die niet gereviewd, Laszlo? Ik heb die gereviewd. Ik heb en gebust? Een 3 of een 4 gegeven, ik weet het al niet meer. Ik begrijp die score volledig, hè, maar gewoon gevoelsmatig voor mij was dat wel een 6. Ik heb mij er 5 uur breinloos mee geamuseerd en ik vond dat tof om zo... Ja, die sneak mechanics, die werkte echt niet goed. Maar wat ik dan tof vond, was om zo naar het midden van een ruimte te sneaken en dan zo tussen iedereen in zo ineens... Ah, die weerwolf te worden. En dan zo gewoon iedereen zo van... What the fuck is this? Maar het is gewoon veel te gemakkelijk en altijd hetzelfde. Absoluut. Nee, maar het klopt volledig wat je zegt. Hè. Dat is een van die games, gelijk Tony Hawk's Pro Skater 5. Ik had het zelf waarschijnlijk ook gebuist, maar ik heb me er wel mee geamuseerd. Vreemd. Ja, maar dat is met vele games zo. Hè. Laszlo, als ik niet kwaad op u kan worden omdat je Werewolf buist, dan kan ik al zeker niet kwaad worden als je een overhypte film die overschat wordt als suggestie zou nemen. Witte Laszlo, je moogt gewoon van mij. Doe maar.
Wel, je hebt chance, want ik heb geen overhyped film genomen. Het is een film die alle hype waard is. ja, ik mocht voorbije weekend eindelijk nog eens buiten. En ik heb dan eindelijk The Batman gezien. En wat dat veel mensen ondertussen al wisten, kan ik alleen maar bevestigen. En als je hem nog in de cinema wilt zien en je hebt hem nog niet gezien, ga hem gaan kijken. The Batman is eindelijk nog eens een steengoeie DC-film. En hij voelt waarschijnlijk veel beter aan dan dat hem werkelijk is, omdat we jaren Zack Snyder-verse gewend zijn. En daar komt iedereen zijn strot uit. En we willen allemaal nog eens een goede Batman. En oké, Edward van Twilight is Batman nu. Who cares? I'm all for it. En het is een geweldige film. En je moet hem zeker gaan zien. Ja. Mijn vrouw heeft ook al die Twilight-films gezien en die vond ook... En mijn vrouw is echt helemaal niet pro hetgeen dat wij doen. En geen interesse in games, comics noemen we het op allemaal. Dat staan superhelden, maar de Batman vond ze echt supergoed. Maar dat is al wat jij daar superheld zei, hè, Praga? De suggestie die ik even wil aanhalen is een game die al even uit is, maar op een nieuwe manier is uitgekomen, namelijk Sifu. Sifu is een paar maanden geleden gedropt als een kung fu drama in een iets wat cartoony vibe, een getekende stijl. Sifu stond gekend en staat gekend als een game die heel uitdagend is. En in het begin was er eigenlijk vrij veel kritiek, namelijk de mensen zeiden van ik vind het een heel goed spel, ik raak gewoon niet door het eerste level. En waarom is dat? Omdat als je sterft, komt je onmiddellijk terug tot leven, maar dan komt er een jaar bij je leeftijd. De tweede keer dat je sterft, is dat 2 jaar. De derde keer is dat 4 jaar. De vierde keer is dat 8 jaar. De vijfde keer is dat 16 jaar. En de zesde keer zit je dood. Dus dat spel was gewoon veel te moeilijk. En dan hebben de makers gezegd van goh, we brengen nu binnenkort onze, ja, zeg maar, Collector's Edition, de Vengeance Edition uit, de fysieke editie. We gaan er ook wat nieuwe moeilijkheidsgraden bij steken in een gratis update. En nu heb je een moeilijkheidsgraad waarbij dat er qua combat weinig verandert, maar waarbij dat je gewoon elke keer 1 jaar ouder wordt. En op die moeilijkheidsgraad ben ik de game nu aan het spelen en ben ik mij daar enorm mee aan het amuseren. Het is heel tof om je karakter te zien agen en hoe ouder dat hij wordt, hoe meer damage dat hij kan doen, maar hoe minder health dat hij heeft. Ja, je kan het enkel aanprijzen, zeker nu. Het was een game die enkel voor de Dark Souls-achtige masochisten bestemd was. Het is een game die nu voor elk publiek iets heeft, maar vergis u niet, zelf op de laagste moeilijkheidsgraad is het nog altijd een serieuze uitdaging, vind ik. Maar een heel gave game waar ik weinig slechts over kan vertellen. Op zich een relatief flinterdun verhaal, maar een heel toffe beat'em-up met de nodige uitdaging en heel cool level design vooral. Ik vind dat wel jammer dat ze dat gedaan hebben met die moeilijkheidsgraden. Want je zegt het net zelf, het is een spel enkel voor de Dark Souls fans. From Software is altijd trouw gebleven aan dat recept. Hè. Geen moeilijkheidsgraden in een spel doen. En kijk waar ze vandaag staan met Elden Ring. Ik denk wel dat is een risico dat je moet durven pakken. Ik vind dat wel jammer dat ze dat doen, Sifu. Want op zich, hun recept hebben ze dan eigenlijk aan de kant geschoven, omdat ze te veel luisteren naar de community. Goh, langs de andere kant, als je door hebt van, we hebben hier een geweldig spel gemaakt, maar 75% van de mensen die het gekocht hebben, hebben ons tweede level nog niet gezien. Dat is bij Dark Souls ook zo. In het begin toch, ja. Dat doet toch ook geen inbreuk aan de ervaring voor de diehards als meer mensen het kunnen spelen op een lagere moeilijkheidsgraad. Voilà, vind ik ook, op dat gebied. Nee, op zich niet, maar dan gaan ze bij de ontwikkeling van hun volgende game gaan ze daar volgens mij te veel rekening mee gaan houden. Wat de ontwikkeling van een andere game, denk ik wel, misschien ja, niet te goede gaat komen. Het valt mij op dat we bij elke suggestie al een uitgebreide discussie op poten hebben kunnen zetten. Dus ik vraag me af of dat bij de laatste ook het geval gaat zijn. Praga, Dreiri, Kifas, jij hebt hier iets goed om op te flashen? Voilà, broer. Op aanraden van mijn zoons ben ik aan het kijken naar Grond. Omdat ik echt wel grappig vind. Kort samengevat, dat gaat over een Marokkaanse begrafenisondernemer in Brussel. Ja, het is Brussel, hè. Die zich bezighoudt met het repatriëren van overleden Marokkanen naar hun thuisland, want de religie wil dat ze daar begraven worden.
maar dat kost veel geld. En dus komt de zoon, die eigenlijk een bon marien is, om het even in Brussel zo goed te zeggen, en zijn kameraad Jean-Baptiste, zo een ventje met een Gucci-klaksje, om even de stereotypes neer te zetten, komen er niet beter, hebben er niet beter op gevonden dan grond te importeren vanuit Marokko om de overleden Marokkaan hierin te begraven. Maar gewoon al het feit, die setting, die humor... ja, ik lust er wel pap van. Ik heb met de eerste twee afleveringen al gewoon kreupelig gelachen met de gedachte van wie vervoert er nu een lijk in een diepvrieskist in een remorque naar Tanger om dan onderweg in een wegrestaurant te beseffen dat die remorque met dat lijk in die diepvries onderweg naar Tanger gepikt is geweest. En dat ze die dan zelf opnieuw moeten gaan pikken, die remorque met dat lijk in die diepvries. Ik bedoel, het is echt wel zot. En het wordt ook allemaal zo stereotyp neergezet. Weet je, ik bedoel, Rachid, dan de schoonbroer van Dixie, kan op zijn naam niet komen, die dan getrouwd is met de zus. Ismaël. Ja, Ismaël, die dan... Ik bedoel, de stereotypen zijn zo grappig. Maar ik ben geen fan van Nederlandstalige en Vlaamse series, maar ook het feit dat Adil en Bilal daarvoor is tussen, zit even wat zij toe bij te dragen. Want in het begin moest ik wel zeggen... Ik raak wat geënerveerd zo door dat Marokkaans varstaaltje, snap je? Ah, ik vind dat zalig. Om er te kijken en te luisteren. Nee, je hebt ook zo van die Belgen dat denken dat ze half Marokkaan zijn en ook zo tegen elkaar praten. En ik kan dat taaltje absoluut niet uitstaan. En weet je, die mannen met Gucci... Allee, je weet wat ik bedoel. Ik moet erin om dan maar nooit naar het Borgerhout te dragen. Dus dat als Kifesh, wat wil dat zeggen bijvoorbeeld? Kifesh is kijk. Ah, kijk wil dat zeggen. Kifesh, we gaan de... Kifesh, we gaan de podcast hier afronden. Komt allemaal goed, broer. Waaieo, het is weer een goede editie geweest. En Dreri? Dreri is maat, hè. Buddy. Alles maat, oké. Is met een Dreri, hè, Praga? Oké, dat is goed. Wat moet ik dat tegen u zeggen? Broski. Broski zeggen ze ook, hè. Broski. Ja, voilà, hè. Wij gaan hier met ons broskies weer afsluiten voor deze aflevering. Binnen 2 weken brengen we jullie veel meer lekkers over gaming, film, series, noem maar op, alles wat dat multimediaal is. En jullie kunnen ons terugvinden op Facebook, op Instagram, op TikTok en de podcast, op Apple Music, op Spotify. You know the drill by now. Tot binnen 2 weken. Ciao.